staan hier met de heer Lilienthal, woordvoerder van de president. Er is vandaag weer een RRV geweest. Kunt u ons vertellen welke belangrijke besluiten zijn genomen vandaag? Ja, vandaag vond een presentatie plaats over het herstel van de zorgsector. De heer Mark Springer en minister van Volksgezondheid Amar Ramadan gaven een presentatie waarin ze de knelpunten en mogelijke oplossingsmodellen hebben besproken. Er werd gesproken over het moderniseren van de zorg, waaronder implementatie van een moderne basiszorgstelsel en elektronische patiëntendossier. Een zorgautoriteit zal ervoor zorgen dat verschillende programma's om de zorgsector weer op rails te krijgen wordt uitgevoerd. Dit plan wordt verder uitgewerkt. Daarnaast ging de president ook in op de medicatie die door India aan Suriname werd gedoneerd. De president benadrukte dat de distributie transparant moet zijn en dat de patiënten niet betalen voor de medicatie. Verder heeft de president vandaag een bijeenkomst gehouden met deskundigen vanuit de verschillende ministeries en het kabinet van de president die expertise hebben in projectmanagement. Deze deskundigen zullen helpen bij het monitoren en coördineren van het actieplan voor de tweede helft. Ze zullen nauwlettend toezicht houden op de voortgang van elk plan en evaluaties uitvoeren. Dit zal ervoor zorgen dat de doelen die door de ministerie zijn gesteld om de samenleving te verbeteren, zoals aanpakken van de prijzen, koersontwikkeling en brandstofprijzen, strikt worden gevolgd. Op die manier kan er tijdig worden ingegrepen wanneer dat nodig is, om te voorkomen dat zaken blijven liggen. Tijdens de regeringsvergadering van woensdag 30 augustus 2023 zal het coördinatiebureau haar eerste verslag presenteren. Er worden ook vertegenwoordigers van de samenleving uit de Nationaal Dialoog betrokken die ook invulling zullen geven aan monitoring van de uitvoering van het actieplan. Vandaag heeft de heer Mark Romy voor aanvang van de regeringsvergadering ook een presentatie gegeven over het landelijk woningbouwprogramma fase 1. Dit programma is bedoeld om de woningnood in Suriname aan te pakken. Tijdens de presentatie zijn verschillende verkavelingsprojecten besproken waaraan het team momenteel werkt. Naast de aanpak van woningnood wordt er ook gekeken naar infrastructuurverbetering en worden diverse financieringsmodellen overwogen, inclusief samenwerkingen met de particuliere sector, de Public-Private Partnerships, de PPP-projecten. De komende dagen zal de samenleving uitgebreid worden geïnformeerd over de uitvoering van het programma en hoe de gemeenschap ten goede zal komen. Met dit project wordt de Surinaamse bevolking meer zekerheid geboden als het gaat om het hebben van een woning.